Plus dan, kijk, ik hou pas van serieuze bijeenkomsten. En ik hou er ook van dat dan een zaal vol met mensen een goed doel ondersteunt. Dat is ook de bedoeling van deze avond, maar... Ja, maar hij heeft die speelploeg gezien. U bedoelt de Burning Heroes. Wat en hoe noem je dat? De Burning Heroes, op zijn Bunnings... Schijt toch goed, mensen. Laat toch niet normaal innemen. Waar hebben we het over? Burning Heroes. Wel zitten ze eigenlijk? Jij was een kruts. Lijkt het denk voor jou aan de lood. Zeg jij nou eens deze niet heel, Jans? Dat is al 3 maanden voorbij de feest voor jou, Gert. Wel zien de heer Hoos? Even de zonnebril af. Ah! Wat dachten jullie? We doen eventjes allemaal hetzelfde over hem met de hemel halen. Ik ruk het, ik ruk de rookwurst. Joi, joi, joi. Doet hij het ook of moet ik deze van zijn? Oh, die doet het ook, maar jij deze wil. Dank u. Nou weet ik nog steeds niet wie je bent, sorry. Ja, mens, doe het recht even tong zien. Nee. Dames en heren. Moet je even wachten, meneer. Hoe lang hebben jullie? Zit er ook hier een, die jij ook al hier boven. De hele Bunnings best hier. Lieve mensen, luister. Het liep wel leuk, maar dat is hem niet. Want in mijn optiek, als je als Bunningen wil scoren, met z'n allen bij elkaar een goed team maakt, dan stuur je niet een stelletje randebielen de al op de 6 op. Dan moet je oog hebben voor toptalent. Toptalent, afgetraind, vol goede moed, kracht in de benen en die ervoor wil gaan. Dan nodig je niet, je schakje toch kapot. Dan nodig je niet een stelletje lamzakken in blauwe ogen aan nu. Die langzaam één voor één onder die stoel krukken. Maar jullie komen allemaal aan de beurt, joh. Kijk, ze zei tegen mij, de Beuningen Heroes moeten 8 topwielrenners zien. Nou, dat is in ieder geval niet gelukt dan. Ik moet zeggen, ik ben wel helemaal onder de indruk hier, wel. Ik weet zeker, mensen, dat hebben jullie in de gaten. Dit is zo'n stelletje van niveau. Als je het licht een klein beetje nog dimpt hebt met deze zomerdijk, dan is het net een bijeenkomst van het COC hier in de hoek. Met die hoog opgetrokken borsten. Ja, dan zie ik mijn eigen tekst niet meer. Schat toch kapot, joh. Je stuurt toch alleen maar echte atleten naar die heuvel toe. Toch niet dat dat zoontje wat hier zit. Er zitten er zeker 4 bij van de 8 die de gemiddelde leeftijd erg omhoog trekken, hè? Of niet, Sommeniek? Ik hoop niet dat Mert Smees van Studiosport jouw tempo op tv laat zien. Want de gemiddelde rollator van de oude steeg is daar staan. Oh, 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 dat is wel, hè? Nou nee. En daarbij, als jullie zo'n avond natuurlijk serieus hadden genomen, hè, dan ga je natuurlijk hier niet in die Sommerdijk Julius Caesar zaal met dichte gordijnen bij elkaar gekomen geweest, hè? Dan was je naar een zaak van niveau geweest. Café de Zaak. Wat zie jij nou weer te kijken? Robbie Puzzle. Gek, voor mij zit die bord voor jou zo strak en niets met te lullen. Tering, Robbie Puzzle, ze nodig je iedereen weer tegenwoordig. Nog zo'n toptalent. Denk ook dat die topspitter is. Robbie Dagobert Duck Puzzle. De financiële man van het peloton. Hij heeft ooit zien voetballen, hè? Dat is me goed toe, kijk wel. Als die gozer op de fiets net zulke debiele schijmen wegen maken als hij dat veld, dan weet ik zeker dat hij dat 20 meter de ambulance kan bellen op die heuvel. Robbie Puzzle, schijt er goed.
Mijn schoonmoeder is er sneller om. Hè? Dan moet je niet meer in eigen huis. Mensen, het is toch helemaal niks? Hoe bestaat het? Helaas, Bunningen, hier moeten we het mee doen. Ik raak hier niet over uitgesproken. Maar als ik dan toch van de soortje favoriet moet benoemen, ja, dan is het wel. Dan koos ik voor Björn Gerrits. Natuurlijk! Daar zit tenminste eentje die verstand heeft van echt heel fietsen! Björn Gerrits! Ja, die lult over fietsers ook die 200 jaar al fietst, hè? Björn Gerrits! Ja, logisch, jij hebt er ook verstand van, Björntje! Ja, natuurlijk heb je die verstand van, want hij had bij NEC gevoetbald! En daar had hij ook de top gehaald! Van het tweede! Schuffelt! En nou is het hem helemaal in de bol geslagen, mensen, die Björn Gerrits wil! Hij ziet zich ergens als een kruising. Het is tussen Hushhoft en Pantani. Flikker toch op. Het enige wat klopt is dat Pantani ook altijd die neus vol doden met poeier om die heuvel op de kop krijgt. Björn Gerrits, wat zit hier? Laatst zat hij tegen mij in echt bekend worden. Op die berg draag ik me goed een artiestennaam aan mij. Hij had een artiestennaam voor zo'n gek. Hij noemt zich eigen Eddie de Eagle. Maar wat de hele wereld weet en Eddie ergens niet, is dat Eddie de Eagle een skischanspringer was. Dus die nooit zo naar een verre keer in de hel. Nee, de Bunningse mannen hebben het geweldig begrepen, mensen. Ik ben trots op deze Bunningse avond met alleen Bunningse topspelers. Alleen wat ze het niet hebben van een Bunningse in dat team. Nee, ze moeten van de Wiegse. Dat is ook 024, geloof ik. Vroeger was dat gewoon heel ander gebied, hij had gewoon 080, daar gebeurde het. Maar tegenwoordig pakken ze gewoon overal iedereen van aan. Het schijnt toch niet erg, het schiet geen meneer. Kijk, Petran Gule, de naam alleen al. Het schijnt dat hij met bufjes werkt of iets. Klopt dat? Petran Gule schijnt toch goed, kom op man. Jij bent een voorbeeld van de groep, zeggen ze. Het grote voorbeeld. Ja, want Petran noemen ze de GKL, de grote kale leider. Petran is de teamcaptain. Ja, ik ben wel trots, ja. Maar dat leiderschap, dat geeft me toch wel een geweldig gevoel. Nou, dat begrijp ik ook wel, ja, dat jou een geweldig gevoel geeft. Het maakt me eigenlijk verschil of je dat teamleider bent bij de Bunny Heroes of bij Bolshof, gek! Schaat je toch kapot, ik was mooi wie gebleven, ja, was. Nee, mensen, Petran is de gerrykneed, de man van het peloton. Gewoon stamp op die pedalen, verstand op nul. Nou, vooral de laatste is hij goed, hè? En hij toch al weinig hersencellen uit. Zijn het laag weer. Ik kan het niet in de buurt. Even pissen of zo. Schijt. Nee, maar ik heb wel respect voor Petran, want hij is de enige binnen de hele zooitje, dat mag ik wel zeggen, die met vier vingers in de neus gewoon die heuvel op fietst. Dan kom je al lang. Weet ik natuurlijk als punt. Top speelt, ken maar niet, dat natuurlijk wel. Ja, en Erikje van Ginkel, dat zou je ook wel willen, hè? Erikje van Ginkel zou ook wel graag willen met drie vingers in je neus. Maar dat gaat niet bij jou, hè, Erik? Dat gaat niet bij jou, vlieger gek! Erik van Ginkel is jurist! Erik van Ginkel is de jurist! Van de Bunny Heroes! Geweldig! We hebben er een jurist bij, die kunnen ook allemaal zo goed fietsen! Ja, en zeg in het peloton niks verkeerd tegen hem, joh. Maar hij is zo'n proces in je weg. Kijk, kijk, met die gozer, wil. Goh, wat ik aan die gozer fietsen zeg. Ja, zeg, ik heb altijd... Ik heb gewoon heel veel ervaring, hè. Ja, natuurlijk heb je veel ervaring. Op de waterfiets! Bij het waterschap Rivierenland, Suffolk! Daar had hij getraind op zijn waterfiets, de jurist! Schijt toch goed. Top talent die ik van Ginkel. Ik heb nog drie pagina's over je gezicht.
Hé, hey, zijn Lars en die Nehemien, ik vind eigenlijk altijd zo gek. Ik vind dat zo gek als je binnenkomt en dat je helemaal geen talent hebt. En dat er dan mensen langs de kant staan die toch beginnen te klappen. Ja, vind je de gek niet eigenlijk? Jij bedoelt de attractie van de Burning Heroes. Want er zijn maar heel weinig maloten met schoenmaat 58. 10 piloten weer. En een helm op de kop, zo groot als een madenhoofd. Schoon eigen, ja. Jullie kennen het hele team. Nee, maar laat ze me lullen. Gewoon blijven volgen. Lekker volgen in dat peloton. Weinig doen, dat doen al die Eriks. Of die Svetjes. Jij doet ook alleen een beetje volgen, hè? Meer kun je ook niet. Nee, nonder u. Ik moet er gewoon ergens op lachen. Erik, adjudant Svetjes. Je moet er helemaal blauw hebben gelegen van lachen tussen jou vroeger, niet? Hè? Had dat prinsje niet genomen? Op z'n driewielen! Je zegt ze snel! Kapas die man, douwe! Godzakketje! Ik kan niet geloven, eerst druk je het zelf, eerst wetjes! En nooit op fiets zitten, nooit! Ja, zo gek denk maar zo'n veer op die kop, dat ken ik. Het is eigenlijk geen erg logisch. Die EX-Wet is eigenlijk de enige renner in peloton die achtste veel op de fiets zit. Sandbeck. Vind je gek, adjudant van de prinskerne van de Munningen. Die zit daar niet normaal op de fiets, hoor. Nee, zeg, ik ben ook altijd heel snel boven. Ja, vind je gek met zoveel brandstof in je lijf. Serpent. Ja, dat weten ze hier niet, hè? Nou wel. Londen, nu Erik is, dames en heren, de woordvoerder van het team. Dat kan nog geen zinnige letter in zijn muil. De woordvoerder van het team. Je schaamt je toch kapot. Erik, Svetjes, schijt op u. Ja, zet die! Ik ben goed en ik doe het voor weinig. Voor 1 euro fiets ik hem 7 keer die berg op. Ja, gek. De fietsen stallen hier met die veren in rijden, zeggen. Erik, schrik. Ja, sorry mensen. Ik kan er gewoon heel hard over dullen. Het is voor mij onbegrijpelijk. Dat ze mij niet hebben gevraagd. En dat ze dan... Het is net jouw manda's, zoals dat bij mij al zei. Het is niet een jurkje, maar het is een blouse. Tieren, ja. Mensen, ik kreeg ze van mijn muil niet uit, hoor. Maar die stuur je toch niet naar de Alp de Zes? Dit is een serieuze aangelegenheid. Ik zie net de Dalton zoals ze daar zitten. Maar dan op de fiets. Ja, ze hebben het allemaal goed voorbereid, dat moet ik zeggen. Ja, ze hebben het goed voorbereid, ja. Ze hebben al een eigen taak in het team, hè. Ja, ze hebben ook een eigen taak. Ja, ze moeten allemaal wat ze wat doen. Ze hebben de bijnaam, ze moeten wat doen. Ja, Wilfredje Wijs, dat doe ik een hele belangrijke taak in het team. Iets waar hij nou echt meesterlijk goed in is. Dom lullen. Die moet je er ook bij hebben. Je moet er altijd eentje bij hebben die natuurlijk gewoon de hele weg gewoon dom lullen. Nou, hij kan dom lullen. Als er echt eentje echt gewoon schrik dom kan lullen, is het Wilfred Wijs. Ik zou zeggen, probeer het vanavond eens een keer. Ik weet zeker één conclusie van gelul. Nou, ja, ik kan niet zoveel verwachten van die gozer natuurlijk. Ja, die denkt dus echt dat als je een vrachtwagen kan besturen, dat je dan ook automatisch goed kan fietsen. Ja, zegt hij, ik ben al week in training. Ja, nou heer, dat ik ook voor de politie Gelderland Zuid. Ze hebben die vrachtwagen al 8 keer laten stoppen. Omdat ze dachten dat er geen chauffeur achter het stuur zat. Die agenten schokken zich kapot. Meneer, was u in slaap gevallen? Nee, zegt hij. Ik lag veel over op het stuur, ik was aan het trainen. Snap je nou? Dat domlullen. Londen nu. Het intellectueel van de Burning Heroes. Ze zien eigenlijk met z'n tweeën. Wilfred Wijers en Marcel Albers. De Peppy en Kokkie van de peloton. De een is werkelijk nog dommer dan de ander. Ze hebben niet eens een zadel nodig.
als je op je fiets zitten. Dat zijn voetballers. Londen, je. Ja, met de British Boys werken ze wel heel snel. Dat denk ik wel heel snel. Ik ben de snelste. Ik ben altijd de snelste. Ik ben zeker de snelste set Marzalanus. Nou, dat hebben we gezien bij voetbalveld. Verder gek. Nou, ik hoop voor hem dat er geen pijlen op de asfalt geschilderd zien straks. Want op dat veld flikkeren die haar continu over de kallenklein. Marzalanus, het intellect. Schijnt er goed nutsen. Herrieschuppers zijn het die twee. Gewoon herrie, ordinaire herrieschuppers. Al die boeien op de veld. Ik hoop echt voor jullie dat er geen scheidsrechter mee fietst. Want dan halen jullie allebei nog geen 50 meter. Ik had niet over u gesproken. Mafkees. Goed, mensen, ja, sorry, het is goed doel en daar ben ik eigenlijk voor gekomen. Maar ik moet er wel over zeggen, want het is belachelijk wat hier gebeurt. Gewoon belachelijk. Of niet, Vos, hoor ik. Waar zit je? Ja, je slaapt me weer natuurlijk. Sorry, ik moet het er beneden leggen, ik vind het schandaal. Dat zeker waar jij als oude buurtgenoot, dat jij... Scheren daar niet te krijgen van. De enige met een beetje speelt visie, speelt gevoel, speelt uitstraling, niet eens vraagt om bij jou in het fietsclubje te boven. Godzonde, flikkert erop. De buur van jou heeft dan per herstel. Ja, als je de bril op hebt dan. Maar ik begin zeer ernstig te twijfelen, lieve meneer Zommelier. Kijk, ik ben natuurlijk de enige echte vertegenwoordiger van topspeelt. Deze regio. Je hebt mij er gewoon bij moeten pakken. En dat doe je niet. Dat neem je echt kwalijk. Nee, iedereen kiest liever een hele team voor Vos Sommerdijk. Flek het toch op, dus Vos Sommerdijk, mensen. Die snapt er ook helemaal geen reet van. Vind je gek dat ze bij de NS eruit geflikkerd hebben? Die kon nog niet één treinwagon op tijd laten rijden. En nou wel een goede job. Hij werkt bij Sanadol. Want die oude wijven de rug schoppen. En weet je hoe die dat noemt? Spurtinstructeur. God, ik vond het erg zo lang. Maar goed. Luister, Vos, luister, we blijven toch vrienden, want ik heb gescheiden wat je mij allemaal aandoet. En ik heb goed nieuws voor jou, jongen. Als je boven bent, hè. Als je boven bent, hè. En je mag dan naar onder, beloof ik jou dat jij de zijwieltjes af mag doen. Dank u wel.